opleiding bedrijfsvoering en informatiemanagement in het sociaal domein maken we eigenlijk een koppeling tussen beleid, bedrijfsvoering en uitvoering. En we zoomen in op bedrijfsvoering, omdat dat zeer belangrijke vraagstukken zijn die op dit moment spelen bij gemeenten. Iedereen is toch bezig met de hoe-vraag om ook straks op 1 januari de 3D's goed in te voeren. Deze opleiding is interessant omdat hij op het goede moment komt in het kader van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Er moet ontzettend veel gebeuren in korte tijd. Ook op het gebied van bedrijfsvoering en informatie, informatisering. En daar biedt deze korte training heel veel informatie over. Over de processen, maar ook in interactie met andere gemeentes. Want ja, 400 gemeentes in Nederland moeten het invoeren. Iedereen is voor een deel hetzelfde wiel aan het uitvinden. En op deze manier deel je kennis en haal je heel snel informatie op die je direct kan toepassen in je organisatie. En ja, een van de belangrijkste verbeteringen die moeten plaatsvinden is dat er beter opdrachtgeverschap komt. Dus dat degenen die iets bestellen ook weten wat er af moet zijn als het af is. En niet zeggen van doe maar wat en aan het einde zeggen van nou ja, maar dat was niet wat ik bedoeld had. Maar dat aan de voorkant leren specificeren. En dat is denk ik iets echt wat ze vandaag leren en vanuit hun rol ook meenemen naar hun organisatie. Ze zitten toch meer aan die kant.